Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord carrière. We gaan gewoon weer lekker verder met spelen met Villalba, want jullie hebben het de vorige keer gezien, hè? Mag ik hopen tenminste. Villalba is weer terug op het kanaal en hoe jongens, we hebben hem gekocht. Hij heeft 2 wedstrijden gespeeld en hij heeft alweer 4 goals op zijn naam staan. Kijk, hier is hij. Ook hebben we Kazanwierdjo gekocht en deze Mike Trezor van Genk. Dat is een, toch wel een grote aankoop voor ons. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag een paar wedstrijden spelen. Sowieso tegen Go Ahead, tegen PSV. En ja, wellicht ook nog tegen Excelsior. Even kijken hoe het allemaal gaat. Wil ik jullie vragen, doe even een duimpje omhoog als je er dan toch bent. Kleine moeite en grote waardering naar mij toe. En als je nieuw bent en niks wil missen, vergeet dan niet te abonneren. Want als je abonneert en we halen voor het einde van februari die 1000 abonnees, ga ik een Feyenoord shirt weggeven met de naam achterop van de op dat moment topscorer in mijn team. Dus dat zou zomaar een echte Feyenoord speler kunnen zijn, zoals Danilo. Maar wie weet is het wel gewoon Jota of Villalba. Je weet het niet, je weet het niet. Oké, nou, we gaan van start. En dat doen wij in Deventer, in de Adelaarshorst. Dat hele mooie, oude, kleine, knusse stadion van Go Ahead Eagles. Daar gaan we spelen. En dan gaan we dus hopelijk ook weer gewoon 3 punten pakken. Daar ga ik er wel even van uit. Iedereen is fit, iedereen is fris. Dus we hoeven niemand te sparen. En dus gaan we gewoon met de sterkste opstelling het veld op. En Feyenoord gaat dat doen met de sterkste opstelling op papier. Bijlo, Geertruida, De Neer, Trauner, Hansko. Timber en Evander op het middenveld. Szymanski op 10, Jota op rechts, Danilo in de spits. En Orellano op links. Villalba dus weer op de bank. Ondanks zijn 4 goals in 2 wedstrijden, wat natuurlijk fantastisch is. Toch wel een rode reef op de bank. En moet hij toch wel even wat meer laten zien om echt een vaste basisplaats af te kunnen dwingen. Orellano. Timber, Evander, Orellano krijgt de bal, kan geschieten, Orellano en De Lange met een redding. Jota dan, die bal voor krijgen, maar dat lukt niet, de bal wordt weggewerkt. Geertruida, Jota. Terug naar Timber, Evander hier aan de bal. Timber, Szymanski. Zoeken. Zoeken naar het schot wellicht. Ja, dat lukt. En hij laat er gelijk al in. Het is Szymanski met een mooi schot. Van net buiten de 16. Gaat volgens mij tussen een hoop spelers door. Maar hij had het goed gezien. En hij vindt daar al snel het net. Feyenoord met een vroege voorsprong. Dat is natuurlijk altijd lekker. Publiek in Deventer is er wat minder blij mee. Maar Szymanski hier ook draait goed weg. Kijk, er staat toch een hoop spelers. Maar die bal gaat er precies tussendoor. En ook nog langs de keeper. En zo is dat een mooie, snelle 1-0. Krijgt de bal niet vooruit. Trauner, goed gedaan. Trauner levert hem wel weer gewoon in. Dat is niet zo handig. Lasagna. Oh, Hansko. Is dit een penalty? Ja, dit is een penalty. Hansko die blokt die man daar. Zonder echt de bal te spelen. En dan gaat die bal op de stip. Ja. De bal wordt gekapt. Hansko die wil tackelen. Is ietsje te laat. Penalty tegen. Wie staat daar achter die bal? Het zal Stokkers zijn, denk ik. Juist, Stokkers staat achter die bal. Kan Bijlo redden? Nope. Ja, Bijlo houdt hem eruit. Lekker gedaan. Justin, heerlijk man. Evander naar Timber. Danilo. Danilo op Orellano. Legt hem op Evander. Die kan gaan schieten. En gestrekt. Pakt De Lange die bal. Helaas. Gaat ook dat feest niet door. Jota op Szymanski. Szymanski met schot. Die wordt geblokt. Maar vrij trap. Vrij trap voor Feyenoord op een mooie positie. Muurtje. Iemand gaat erbij liggen. Eerste man gaat over de bal. Jota gaat over de bal. Die krijgt de bal van Orellano. Jota kan schieten. En onderkant lat. Dat is zonde. Edvardsen met een versnelling. Gaat de 16 binnen. De Neer kan net bijkomen. En daar is Bijlo weer met een goede redding. Daar is de keeper van Feyenoord die toch al een paar keer redding heeft gebracht. Timber zit er goed tussen. Jota. Moet hem aan Danilo geven. Is dit buitenspel? Dit lijkt me geen buitenspel. Danilo. Nope. Moet scoren. En het is De Lange met de redding. Danilo had deze moeten scoren. Ja, hij staat al een paar wedstrijdjes droog inmiddels. Danilo. Stokkers naar Edvardsen nu inmiddels.
Edwardsen, die legt die bal af. Stokkers, ja, en dit keer gaat hij er wel in. Hier heeft Bijlo geen kans. Hard in de korte hoek geschoten door Stokkers. Feyenoord staat niet goed te verdedigen. En krijgt hij dus misschien wel terecht ook de doelpunt tegen. Feyenoord krijgt ook wel grote kansen, maar zeker ook Go Ahead heeft al aardig wat kansen gehad. Hun 1-1 is op dit moment niet eens onverdiend. Edwardsen. De Neer moet die bal hebben. Die heeft hem ook. Villalba. Goed, richting Jota. Jota naar Villalba. Villalba gaat de 16 binnen. Villalba gaat de 16 binnen. Die schiet. Ja hoor, het is weer raak. Het is gewoon weer raak. Het is ongelooflijk met deze vent. Hij schiet hem met rechts. En dan schiet hem heerlijk binnen. En hij gaat naar de fans. Met die fans die omarmen hem. Letterlijk en figuurlijk. Want hoe kan je dan anders met deze man? Hij blijft gewoon scoren. Prachtig binnengeschoten. 2-1. De Neer, goed. Orellano. Evander. Jota. Jota. Oh, Villalba met een gelukje. Heeft de bal. Heeft de bal. Villalba. Wat gaat hij doen? Hij schiet hem gewoon weer zelf. Onderkant plat. Oh, hij gaat er dit keer niet in. Geertruida zit mis. Stokkers. Gaat hij scoren? Oei, 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 wat scheelt dit, jongens? Wat komen we hier goed weg? En is het nu toch wel afgelopen? Is het nu afgelopen? Jawel, jawel, het is afgelopen. Feyenoord wint. Een moeizame wedstrijd. Maar we winnen wel met 2-1 in Deventer van Go Ahead. De winnende goal van wie anders? Van Hector, Tito, Villalba. En dan gaan we naar Eindhoven, naar het Philips Stadion. En daar staat de wedstrijd tegen PSV. Op het programma PSV, natuurlijk ook net als Feyenoord topclub in Nederland. Dus een echte, echte topwedstrijd hier in Eindhoven. Feyenoord is het eerste en wil dat natuurlijk blijven. Dus moet er gewonnen worden. En ja, dat gaan we dus ook gewoon helemaal voor. PSV staat tweede, staat 11 punten achter op Feyenoord. Dus die moeten winnen om enige aansluiting te houden. Dus het is voor PSV nu wel echt erop of eronder. Mocht Feyenoord deze wedstrijd winnen, dan kan je toch langzamerhand, voor zover dat niet al kon, toch gaan spreken van een kampioenschap. Gakpo nog steeds bij PSV in deze carrière. Wellicht dat hij later een transfer gaat maken. Hier zien we de opstelling van PSV met Benitez, Mene, Ramalho, Maripan, Boskagli, Sangare, Til, Veerman, Madueke zit er ook nog. Becker hebben ze al spits gekocht. En op links hebben ze dus Gakpo. En dan gaan we naar de opstelling voor Feyenoord. Er is één wijziging. Bijlo staat wel in de goal. Geertruida, De Neer, Trauner, Hansko staan gewoon achterin. Timber, Evander op middenveld. Szymanski op 10. Hector Villalba staat op rechts. Hij heeft dus een basisplaats. Jota gaat als spits spelen. Dus geen Danilo. En Orellano op links. En Danilo is de laatste tijd ook niet echt in vorm. Mist een grote kans ook tegen Go Ahead. Heeft ook al een paar wedstrijden niet meer gescoord. En dus is het misschien wel terecht dat hij vandaag op de bank begint. En Villalba, die dus in 3 wedstrijden al 5 doelpunten heeft gemaakt, vandaag in de basis. Moet nog een keertje kijken hoe we dat nou weer uit kunnen zetten. Villalba hier aan de bal voor Feyenoord. Met de eerste aanval. Wacht op beweging. Even terug. Timber. Evander. Naar Szymanski. Szymanski op Jota. Jota die kan gelijk al gaan scoren. En dat lukt. Het is de Portugees Jota met een hele snelle goal. En die is ook terecht. Want het was gewoon een hele goede aanval. Werd goed gewacht op vrijstaande mensen. Jota was de eerste. En die scoort hem gelijk. En het Feyenoord publiek dat is meegereisd gaat uit zijn dak. Hier Szymanski. Goede paas richting Jota. In de verre hoek. Benitez kansloos. Szymanski. Timber loopt. Villalba krijgt de bal. Villalba gaat de 16 binnen. Doet hij goed. Legt hem op Szymanski. Szymanski met het schot. Oeh, en die gaat maar net naast. Dat is jammer. Daar zat Geertruida goed tussen. En nu is Boskagli natuurlijk weg. En is er daar dus ruimte voor Feyenoord. Dus is het hier ook Villalba. En ja hoor, hij gaat er gewoon weer in. Hij schiet. En hij gaat er gewoon weer in. Het is ongelooflijk. Deze man, Tito, Villalba, gaat de 16 binnen. En het is toch een moeilijke hoek hoor. Maar via de paal weet hij toch het net te vinden. En is het 2-0 voor Feyenoord. Weer kort. Becker.
Dit keer wordt hij niet geblokt. De Geertruiden kan wegwerken. Szymanski houdt balbezit. Dat is goed. Shotta die gaat diep. Shotta die gaat diep. Szymanski met de paas. Is het buitenspel? Het is geen buitenspel. Het is wel 3-0. Het is Shotta met de goal. Wat een heerlijke counter na die corner. Szymanski die goed inhoudt en een prachtige paas in huis heeft. Kan niet anders zeggen. Kijk eens even. En Shotta die natuurlijk helemaal vrij loopt. Net geen buitenspel. Ja, en dan is het natuurlijk een goal. Truida zit daar mis. Gakpo. De Neeën moet er achteraan. Trauner werkt weg. Villalba. Szymanski op Shotta. Shotta. Villalba gaat diep. Prachtige paas. En het is geen buitenspel. Wederom. En Villalba, ja, die doet het natuurlijk zelf. En die scoort gewoon alweer. Het is ongelooflijk. Deze man. Wat een impact die heeft op een elftal dat al zo lekker liep. Hij komt er gewoon bij. Hij blijft maar scoren. Prachtig gedaan van Shotta, die natuurlijk al 2 goals en nu dus ook een assist op zijn naam. Hij heeft dus ook zijn rol, mag zeker niet vergeten worden. De Neeën. Szymanski. Moilano gaat diep, Shotta gaat diep. Bal gaat naar Shotta, die krijgt die bal. Shotta kan schieten en die kan scoren. En het is alweer 5-0, lieve mensen. Het is alweer 5-0 en het is de Portugees Shotta met zijn 3e goal. En zo lijkt het toch gewoon echt een perfecte wisseling te zijn. In de aanval, Danilo eruit, Shotta als spits. Moet je eens kijken. Zijn 3e goal al, 1 helft. Til, Madueke. De Neer zit er goed tussen. Szymanski. Sangaré met de tackle. Herover de bal. Gakpo met het schot. En daar is een mooie goal van Cody Gakpo. Zo doet PSV iets terug. Is het nu 5-1? Gaan ze het nog 4 ook? Dat zou ik persoonlijk toch laten als ik met 5-1 achter zou staan. Dan de eerste goal zou maken, zeg maar. Als je met 5-0 achter staat, maar goed. Een 4 net. Moeten ze lekker zelf weten. Het is wel een mooie goal. Eerlijk is eerlijk. Gakpo. Trouwens, oh, tussen de benen door. Becker. En dan is Madueke hier. Nope. Oh, en die schiet hem naast. Jongens, wat een grote kans. Veerman. Sangaré. Geertruiden zit ertussen. Timber, goed. Evander. Orellano. Goeie bal. Richting Villalba. Villalba, ja, die kan weer 1-1 op de keeper. En dat is natuurlijk een doelpunt. Het is 6-1, mensen. 6-1 tegen PSV. De nummer 1 tegen de nummer 2. En het staat 6-1. En het is Villalba met zijn 3e goal. Ook hij maakt een hat-trick. Net als Shotta. En ja, wat moeten we nog meer zeggen? Niet zoveel, denk ik. Zo heel lang in balbezit nu. Ik weet niet wat hij van plan is. Hij is met salsa les bezig. Die van Alvarez geleerd. Villalba dan. Villalba dan maar weer met het schot. Ja hoor. Ja hoor, het zit er gewoon weer in. Het is 7-1 en het is goaltje nummer 4 van Hector Tito Villalba. Jongens, ja, wat moeten we nou nog? Wat moeten we nou nog? Als je zo gemakkelijk kan scoren. Het is gewoon een Videsse shot. Niet zo heel veel bijzonders. Dat gaat er gewoon in. Het Becker hier gezocht. De Neer. En is die Rancho. Orellano. Oeh. Daar zit PSV er nog even fel op. Is het die Gakpo? Die mag dan ook nog een keer scoren. Het wordt 7-2. En hij gaat het gewoon vieren. Hij gaat het gewoon vieren. Het interesseert hem niks, hè? Shotta, het hoeft niet meer. Het is afgelopen. Feyenoord wint met 2-7 van PSV.